Dit is onze eend, Kwik. Die is waarschijnlijk gepakt door een kat en achtergelaten in onze tuin. Er zit een klein wondje op zijn hoofd, maar voor de rest gaat het goed met hem. Alleen vindt de eend onze hond niet zo aardig. Oh. Eerst waren wij nog bang dat het beest het niet zou redden, maar hij groeit heel snel, loopt overal achter je aan en hij past al bijna niet meer in zijn waterbak. Dus we besloten een vijver voor hem te maken en dat was wel naar zijn zin. Alleen, hij was nog steeds niet bevriend met de hond en dat is misschien wel beter ook. Toen Kwik wat groter werd, vond hij het niet meer heel chill om opgepakt te worden, maar hij vond het nog wel heel fijn om gewoon bij je te liggen. Omdat hij alle insecten uit onze tuin opat, werd hij best wel dik en kreeg hij ook zijn eerste veren. En in een paar weken tijd is Kwik bijna een volwassen eend geworden en vonden wij het tijd om hem te brengen naar de kinderboerderij, zodat hij niet meer in zijn eentje is.